Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video over peelings. Waarom? Het peelingseizoen is al eventjes terug bezig. In de zomerperiode proberen we dat een beetje af te zwakken. Maar in de winterperiode proberen we iedereen echt wel terug op die peelings te krijgen. En daarom leek het mij wel leuk om jullie wat meer te vertellen over peelings. Om te starten, wat zijn nu eigenlijk peelings? Wel, peelings hebben allemaal hetzelfde doel. Hun voornaamste doel is om de huid te exfoliëren, om dode huid gaan weg te halen. We hebben verschillende types van peelings, maar ook peelings die we in het instituut uitvoeren en peelings die je zelf thuis kan doen. Het grote verschil tussen peelings in het instituut of toch zeker bij een huidcenter en die dat je thuis kan doen, is hoofdzakelijk de concentratie. We gaan iets pittiger, iets krachtiger gaan werken in het instituut, terwijl dat we thuis echt hoofdzakelijk gaan werken op de structuur van de huid te verbeteren en om die dode huid weg te halen. Wanneer we spreken over peelings in het instituut, gaan we meer kunnen gaan werken op pigmentatie weg te halen, echt wat grovere lijntjes, rimpeltjes weg te krijgen. Maar dat is allemaal wat krachtiger. Wij gaan het vandaag specifiek hebben over wat jij zelf heel eenvoudig thuis kan doen. We hebben eigenlijk drie belangrijke types van peelings. We hebben mechanische peelings, chemische peelings en enzymatische peelings. Fruitzuurpeelings en enzymatische peelings. Om te starten, de mechanische peeling is volgens mij de meest gekende, ook wel genoemd scrub. Die bevat hoofdzakelijk een korrel, een structuur waar, die dat we gaan op de huid gaan opschuren, waardoor dat de bovenste huidlaag er mee van gaat afkomen. Belangrijk om daarbij te weten is, het hoofddoel is echt die huid exfoliëren. Dat is het doel van alle peelings, maar daarnaast gaat er vrij weinig gebeuren. Dus je gaat echt op die bovenste laag van de huid gaan werken, dode huid weghalen. Maar dat is het belangrijkste wat dat er gebeurt. Let hier wel mee op, want je hebt enorm harde peelings, enorm ruwe korreltjes die dat erin kunnen zitten. En dat is zeker niet de bedoeling dat je dat dagelijks gaat doen. Dus let op met peelings met, of scrubs met een korreltje in, dus onze mechanische peelings. Doe die hoogstens één keer de week, afhankelijk een beetje van je huidtype. Het tweede type van peelings zijn de fruitzuurpeelings. En zoals de naam het al zegt, het werkt op basis van een zuur. Hier heb ik al eens eerder een video over gemaakt, zuren in de skincare producten. Maar wat gaat nu juist een fruitzuurpeeling doen? Wel, die gaat de pH van de huid veranderen, waardoor dat die bovenste huid, dus de dode huid, eigenlijk mee gaat loskomen. Maar het voornaamste hierbij is, die dringt veel dieper door in die huid. Wat ervoor kan zorgen dat die ook andere problemen kan gaan oplossen. Denk maar aan ontstekingen, pigmentatie. Dus die gaat veel meer doen dan eigenlijk die dode huid mee weg te halen. Let op, het is wel onze agressiefste vorm van peelen. Ga je dit te veel doen, is je huid het niet gewoon, krijg je echt wel schilfertjes en kan afhankelijk van het fruitzuur waarmee dat er gewerkt wordt ook wel leiden tot droogte. Dus ook hierbij let er een beetje mee op en bouw alles rustig op. Maar belangrijk om te weten, mechanische peels zijn scrubkorreltjes, is echt de klassieke scrub. Fruitzuurpeelings is eigenlijk een gewone egale vloeistof die we op de huid leggen. Dat gaat prikken, maar die gaat veel dieper door in die huid gaan kunnen werken. Het laatste type van peelings zijn onze enzymatische peelings. En de enzymatische peeling ligt een beetje tussen de mechanische peeling en de fruitzuurpeeling tussenin. Want het bevat geen scrubkorrel. Het is vooral op fruit gebaseerd. Denk maar aan papaya, zie je heel vaak voorbij komen. Het is een eiwit wat dat op de huid ligt, die dat ervoor gaat zorgen dat er een bepaalde splitsing komt, waardoor dat die bovenste huidlaag weer gaat loslaten. Hoofdzakelijk of belangrijk daarbij is ook weer, ja, die gaat die huid exfoliëren, dus die dode huid gaat weggaan, maar die dringt veel minder diep door in die huid dan een fruitzuurpeeling. Wat ervoor kan gaan zorgen dat je minder snel reactie krijgt. Dus een enzymatische peeling kan veel sneller ingezet worden, ook voor iemand met een vrij fijne huidtextuur of een vrij
gevoelige huid. Een heel mooi voorbeeldje dat ik hier even onmiddellijk bedenk van onze fruitzuur, correctie, van onze enzymatische peeling, is het Vital C enzyme masker. Ik zal het hier eventjes proberen bij in beeld te brengen. Dat is een maskertje, heel zacht, je ziet er niks aan, je gaat fantastisch mooi gaan die huid hydrateren. Maskertje van Image Skincare. Maar die zorgt er ook voor dat de dode huid wordt losgeweekt. Dus is eigenlijk, zonder dat de meesten het weten, ook wel een type van peeling. Maar dus een heel zachte peeling die iedereen bij kan inzetten. Wat doet nu eigenlijk een peeling voor de huid? Want ik ben hier aan het roepen van, oké, gebruik een peeling, peel regelmatig. Maar wat doet het nu eigenlijk? In eerste instantie, om het een beetje gemakkelijk uit te leggen, een huid, je hebt een levende huidlaag en een dode huidlaag. Elke 28 dagen heeft een huid een nieuw vers huidje klaar. Je kan het een beetje vergelijken als een slang die dat gaat vervellen. Bij ons gebeurt ongeveer hetzelfde, alleen is dat minder zichtbaar. Maar dus, na 28 dagen is er een nieuw huidje klaar. We hebben een laagje dode huid liggen. En in ons natuurlijke proces gaat daar beetje bij beetje wat dode huid vanaf gaan. Maar, bij sommige mensen, zeker wanneer we ouder worden, gaat dat vernieuwende proces een heel stuk achteruit gaan. Dat gaat ervoor zorgen dat er eigenlijk heel veel dode huid blijft liggen. Dat gaat ervoor zorgen dat de rimpeltjes er dieper uitzien, dat de huid grauwer wordt, dat de huid dikker wordt. Iemand die bijvoorbeeld ook heel veel in de zon komt, heeft hetzelfde voor. Die dode huid die wordt dikker en dikker en dikker. En dat gaat er absoluut niet mooi uitzien. Dat zorgt voor grove poriën, voor diepe rimpeltjes, voor een niet echt egale tint. En dat willen we natuurlijk niet. Dus vandaar is het belangrijk om die huid eigenlijk te exfoliëren, dus die dode huid weg te halen, zodat de huid er jong, egaal en mooi blijft uitzien. Maar je hoeft dus niet al bepaalde leeftijd te hebben om te starten met peelen, want je gaat een bepaald proces een beetje tegengaan, dus je gaat de veroudering wat gaan vertragen. Maar ook ga je zelf zorgen dat je poriën mooier worden, dat je huidstructuur mooier wordt. Ook op jonge leeftijd kan dat allemaal. Belangrijkste, een jong huidje. Die celvernieuwing gaat eigenlijk nog vrij vlot, terwijl bij een oudere huid, die moet al een klein beetje extra een duwtje in de rug krijgen. Maar exfoliëren is voor iedereen. Wees gewoon niet agressief voor je huid. Het hoeft niet noodzakelijk dagelijks te zijn, een beetje afhankelijk van welke exfoliënt je gaat gebruiken. Maar kan bij iedereen ingezet worden. Wat gaat het verder doen of waarvoor dient een peeling nog verder? Dus de huid gaat er egaler door worden, maar ook ga je zorgen voor een veel betere opname van je producten. Dus wanneer die dode huid even is weggehaald, dan ga je merken, breng daarna een nachtcrème aan en die huid gaat de volgende ochtend eigenlijk echt er direct veel stralender, veel mooier uitzien. Een peelingkuur is iets voor in het instituut. Is wat harder, is wat strenger voor die huid, maar die geeft echt een boost in de rug. Bekijk het een beetje alsof je wat krachttraining gaat doen. Een peeling thuis is eigenlijk heel mooi als onderhoud. Ik heb hier een aantal voorbeeldjes bij van peelings die dat je zelf thuis kan doen. De ene peeling is niet noodzakelijk beter dan de andere. Het grootste verschil zit hem in mechanisch, enzymatisch, het merk. Je hebt van heel veel peelingsoorten, van heel veel merken bepaalde peelingsoorten. Maar ik ga jullie er een aantal laten zien. Ik ga hier beginnen, het is een cabineproductje, vandaar de grote verpakking. Met de Ageless Scrub of Ageless Mask van Image Skincare. En dit is een mechanische peeling. Maar let op, want hier zit ook wat glycolzuur in. Dus je hebt het mechanische gedeelte hierbij en je hebt eigenlijk de chemische peel hier ook bij. Ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Ik hoop dat hij wilt scherpstellen, maar hier is hij. Zie je? Hier zit best een iets grovere textuur in. Zo kan je het mooi zien. Die we eigenlijk gaan gebruiken. Dus de scrub is het mechanische gedeelte, terwijl het glycolzuur erin zit, hier meer die chemische peeling is. Is echt een keileuk productje voor thuis. Je scrubt, je laat die 10 minuutjes zitten en dan heb je een hele mooie peeling gedaan. Maar je kan bijvoorbeeld ook de Glycolic EF ampoule van Mesoesthetic.
is ook een peeling voor thuis. Kan je op het gehele gelaat aanbrengen, kan je plaatselijk aanbrengen, gaat enorm pikken. Dus dit is eigenlijk een chemische peeling. Dan heb je van Mesoesthetic de Resurfacing Peel Booster. En dit is ook een chemische peeling. Dus is eigenlijk gewoon een heldere vloeistof. Die zet je s'nachts bij op, mag je 3 keer per week gebruiken. Maar zet je s'nachts bij op, laat je even inwerken, gaat wat prikkelend aanvoelen. Maar is dus eigenlijk een peeling voor s'nachts. Maximum 3 keer de week te gebruiken. En dan hebben we hier bijvoorbeeld van QMS de Active Exfoliant. En dat is er eentje die je perfect dagelijks kan gaan inzetten. Eerst opbouwen, maar dan dagelijks gaan inzetten. En dat is de combinatie van een enzymatische peel met daar ook wat fruitzuur bij in. Maar dus voornamelijk, afhankelijk welk productje je gebruikt, kan je het dagelijks, wekelijks of misschien wel soms 1 keer om de 14 dagen bij inzetten. Maar het belangrijkste, elk huidje kan een peeling gebruiken. Elk huidje moet zich af en toe exfoliëren. Of je het nu in een instituut doet, of je doet het thuis. Of de combinatie van de twee, misschien nog beter. Maar dus een peeling kan voor elke huid, elk huidtype. Het is alleen eventjes kijken wat jij juist kan gebruiken. Ik ga jullie eventjes mee in de badkamer nemen. Daar ga ik even laten zien hoe je een peeling, ik ga misschien deze van Image Skincare bij gebruiken, dus een mechanische peeling zelf kan gaan gebruiken. En mocht jij hierover vragen hebben, stel het zeker. We gaan nu naar de badkamer. Oké, we staan hier eventjes in de badkamer. Ik ga jullie even laten zien hoe je zelf een peeling thuis kan doen. We gaan het voor het gemak met de scrub doen, maar ik ga eerst mijn huid reinigen. Ik gebruik hiervoor de Deep Gentle Cleansing Lotion van QMS. Ik gebruik eventjes voor mijn dubbele reiniging 2 keer dezelfde. Waarom? Omdat dit een heel zachte reiniger is en ik mijn huid ga scrubben. En ik heb pas zelf een dermaplaning gehad. Het is ook al een peelende behandeling, dus anders gaat het net een beetje te pittig zijn. Handen nat maken. Afnemen met sponsjes. En ga ik nog een tweede keer bij reinigen. Terug met dezelfde, maar afhankelijk van wat jij gewoon bent van te gebruiken. Reinig sowieso 2 keer na elkaar, omdat je op deze manier ook al een deel van de dode huidcelletjes mee wegneemt. En dan ga je veel dieper, veel ja, sterker met je peeling kunnen werken. Terug eventjes nat maken. De scrub peeling van Image Skincare, die adviseer ik zelf 1 keer in de week. Buiten als je echt heel gevoelig bent, dan zou ik er een beetje mee opletten. Dan zou ik sneller deze 1 keer om de 14 dagen bij inzetten. Of je kan hem ook 1 keer in de week gebruiken. Maar dan ga je er niet te hard mee scrubben. Dus je hebt zelf een beetje in de hand hoe fel je ermee kan werken. Dan laat je hem eerder wat opstaan en inwerken alsof je een maskertje gebruikt. En dan laat je gewoon glycolzuur zijn werk doen. Dan neem ik een proper gastendoekje. En hiermee droog ik eventjes mijn huid. Want je gebruikt je peeling best op een droge huid. En dan neem je een klein beetje. En die ga je aanbrengen. Met zacht draaiende bewegingen. En ik heb liever dat je 2 minuutjes heel zachtjes masseert. Dan dat je een halve minuut veel te hard aan het schuren bent. En voel zelf wat je huid bij aan kan. Want het zijn best wel pittige korreltjes. Voel je van, oeh, dit is fel. Deze is nu bij mij vrij prikkend. Omdat ik pas die dermaplaning heb laten doen. Dan ga je het echt niet te hard doen. Liever dan het glycolzuur zijn werk laten doen. Dit kan een klein beetje prikkelend aanvoelen. Ik laat dit nu een
tiental minuutjes opstaan en dan kom ik bij jullie terug. Oké, deze heeft nu 10 minuutjes ingewerkt gehad. Ik ga die terug afnemen met sponsjes. Heb je echt een ruwe huid, een rokershuidje, dan kan je er best nog eens een keertje bij opscrabben. Maar ik zelf doe het nu even iets voorzichtiger. En ik ga hem gewoon zo bij afnemen. En je gaat onmiddellijk zien dat er best wel wat roodverkleuring kan komen. Dat is heel normaal, want je hebt gepeeld. Eens alle korreltjes weg zijn, terug afdrogen. Nu kan je nog perfect een maskertje opzetten, want zoals ik daarnet zei, de productjes die worden veel beter opgenomen wanneer je huid gepeeld is. Dus een maskertje zou ideaal zijn. Of je nachtverzorging. Dus ik ga gewoon mijn nachtverzorging al bij opzetten. Ik heb nu niet te hard gepeeld. Maar toch zie je best wel wat doorbloeding doorkomen. Dus wees niet te agressief. Doe het liever één keer in de week, maar zachtjes. Dan één keer per maand en een beetje te pittig. Wil je graag een pittigere peeling? Wil je graag echt heel fel die huidverbetering zien? Wil je op pigmentatie werken? Wil je op echt meer heel sterk die anti-aging gaan werken? Op de poriën werken? Denk dan eerder eens aan een peelingkuur in het instituut. Maar wij doen het gewoon om de huid gezond te houden. Dus daarom op een zachte manier gaan we die huid gaan verzorgen. Ik breng nog eventjes mijn nachtverzorging aan. Dat is deze van QMS, de antioxidant. Je kan er ook nog een serumtje bij onderzetten. En dan ben je klaar om gaan te slapen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Heb jij vragen of wil jij weten welke peeling voor jou het meest geschikt is? Stuur dan eventjes een mailtje naar info@sibella.be met daarbij wat info over je huid. Heb je een gevoelige huid? Heb je een droge huid? Zit je meer wel last van acne? Of wil je meer op rimpeltjes werken? Dus stuur ons gerust een mailtje en geef de video een duimpje omhoog mocht je hem leuk vinden. En dan zie ik jullie graag terug in een volgende video. Tadaa!